Mijn naam is Mark Haars en ik ben fotograaf en beginnende filmmaker. Nummer één ding in mijn leven die invloed hebben op mij, dat zijn mijn vrienden. En ik dacht van oké, ik moet wat maken wat heel erg dichtbij me staat. En wat heel erg voor iemand die begint ook heel belangrijk kan zijn. En dat zijn de mensen die je om je heen hebt verzameld in je leven. En de gasten die ik vandaag heb gefilmd, dat zijn dus echt mijn beste vrienden. Zij hebben me altijd gespoord in alles wat ik wilde doen, of het nou gek was of niet. Ik denk dat wat mijn ervaring in mijn leven, het gevoel wat ik heb gekregen vanuit alle negatieve, maar ook positieve dingen, het verhalende, de reden waarom ik dingen maak, ik denk dat die dingen wel echt veel invloed hebben op mijn werk. Letterlijk alles wat ik maak heeft meer te maken met mijn persoonlijke leven dan dat het heeft met het vak fotografie zelf. Als techniek, zeg maar, en apparatuur een rol kan hebben, is het alleen maar dat niveau naar een hogere plek tillen voor iedereen. En daarom ben ik ook heel kritisch. Want we kunnen nou eenmaal gewoon meer dan dat ze vroeger konden. Je hebt nu de vloek en de zegen van een creatieve sector. En de vloek en de zegen is, je zal altijd in strijd zijn met wat je maakt en waarom je het maakt. Het belangrijkste wat jongeren nu kunnen doen, in deze tijd waar werk gewoon veel meer bekeken wordt dan normaal, is gewoon maak zoveel mogelijk werk en zet het online. En vooral als je in een jonge fase zit in je leven, maak het werk wat jij tof vindt. Want de enige reden dat jij geboekt gaat worden, is vanwege het werk wat je al hebt in je portfolio.